voor mij was dat, en dat heb ik straks in Parijs ook, heb ik niet het vertrouwen in mezelf dat ik hem kan geven wat hij nodig heeft. Ik wil hem laten shinen. Ondanks dat ze zowel in Rio als Tokio Paralympisch goud won, slaat de onzekerheid nog steeds wel eens toe. Als het je zo raakt, dan raakt het dus iets van je diepste waarde. In haar cure muziek wil ze niet alleen laten zien hoe mooi haar sport is, maar ook een heel persoonlijk verhaal vertellen. Dat je echt alleen nog maar jij, je muziek en je paard. Dit is het verhaal van Sanne Voets op weg naar Parijs. Nou, welkom. We zijn bij mij thuis in Bergen, in Brabant. Nou, eigenlijk aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Dat moet gaan leiden naar Parijs dadelijk. Sanne Voets, MTV Grips. Ik zit Sanne Voets, maar weet je hoeveel moeite ze hebben internationaal met mijn achternaam? Wat zegt dat? Pout. Wij hebben eigenlijk op de Spelen 3 onderdelen waar we medailles kunnen winnen. Het eerste is gewoon een vast programma, vaste proef voor elke handicapklasse. Dus daarin rijdt iedereen hetzelfde programma van oefeningen. En voor elke oefening krijg je gewoon een cijfer van 1 tot 10. En wie aan het einde van de rit de hoogste punten heeft, ja, die wint de gouden medaille. Een klein plekje. Ja, een klein plekje. Het tweede onderdeel is de landenwedstrijd. Daarin worden voor 3 combinaties per land worden de scores bij elkaar opgeteld. En dat vormt een landenklassement. En dan is de finale is cure op muziek. Daarom heb je een aantal verplichte onderdelen, maar je mag dingen toevoegen. Je mag dat in de volgorde rijden zoals je het zelf het fijnst vindt en het mooist vindt. En natuurlijk zoals je het beste uit de verf komt, jij en je paard. En je mag daar zelf muziek aan toevoegen. En daarin kun je dus ook echt helemaal je eigen ei kwijt en je eigen verhaal vertellen. Nou, we hebben na het EK van vorig jaar, want we hebben altijd in het jaar voor de Spelen een EK. En ik heb daar de laatste keer eigenlijk mijn cure op muziek die ik voor Tokio heb laten maken gereden. Daarna hebben we ingezet. Natuurlijk blijven we trainen en blijven we proberen om beter te worden op technisch vlak. Maar daarnaast heb ik ook geprobeerd om richting Parijs te gaan werken met nieuwe muziek. De nieuwe cure, nieuwe choreografie. En op Indoor-Brabant, dus eigenlijk voor ons is dat een beetje traditioneel de afsluiter van het indoorseizoen in maart. Nou, hebben we die voor het eerst aan het publiek kunnen laten zien. En dat, dat maakt dat ik wel met nog meer enthousiasme richting het nieuwe seizoen werk. De eerste Spelen die ik met Demontuur reed, dat was in Rio 2016. Toen had ik hem nog maar heel kort. Maar toen wilde ik wel heel graag muziek gebruiken waarbij we... toen moest ik mezelf echt nog heel erg laten zien en heel erg bewijzen. Toen heb ik muziek gebruikt van Armin van Buuren. Special effect. Wat ook wel, de bedoeling was om iedereen een klein beetje wakker te schudden en wel echt binnen te komen met een bang, zeg maar. Het is toen best wel goed gelukt. Dat was onze eerste gouden medaille op te spelen in de kuur. En daarna, de druk werd ook wel weer heel hoog. Die gouden medaille veranderde voor mij wel heel veel. Sowieso de druk van buitenaf, maar ook voor jezelf. En op een gegeven moment kom je dan tot het besef dat er heel veel dingen zijn die leuk zijn en die bij je sport wil horen of die erbij kunnen komen kijken. Maar dat het uiteindelijk gaat om jou en je paard. Dat gevoel wilde ik heel erg proberen te vangen in de cure die we voor Tokio gingen maken. En daarvoor hebben we met muziek van Haven gewerkt. Dat was heel licht en heel open, een beetje sprookjesachtig. En zodra die muziek aanging, werd iedereen ook gewoon echt stil om naar te luisteren en te kijken. Nou, dat is natuurlijk niet veranderd, die focus op mijn paard. Maar ik heb wel een beetje gemerkt dat het perfectionisme, wat er toen heel erg in zat en wat misschien ook wel een beetje me in de weg kon zitten, dat ik dat een klein beetje losser kan gaan laten. En dat ik nu wel meer bezig ben met het genieten van de weg ernaartoe. Hoe cliché het ook klinkt, maar ook zeker met het genieten van de weg ernaartoe met de mensen met wie ik mag werken. En natuurlijk met het paard waar ik mee mag werken. En dat heel erg willen vieren, zonder dat de ambities kleiner zijn geworden. En dat maakte dat ik bij Salmieu uitkwam, omdat dat wel echt muziek is waar ik heel veel energie van krijg en waar heel veel positieve energie van afstraalt.
dat de nieuwe kuur op weg naar Parijs werkt voor je. Maar hij heeft een van Sandroes en Dematuur, Zipal, Sopmikker. Vooral dat je gezien wordt als degene waarvan verwacht wordt dat hij wint. Als je op de startlijst staat, dan zeggen mensen van, oh ja, maar jij wint toch wel. Terwijl ik daar zelf dan helemaal nog niet zo zeker van was. Nou, ik heb het vertrouwen wel in hem. Alleen op dat moment, voor mij was dat, en dat heb ik straks in Parijs ook, weet ik niet. Heb ik niet het vertrouwen in mezelf dat ik hem kan geven wat hij nodig heeft. Ik wil hem laten shinen. Ik wil hem daar, en ik weet dat hij net zo lief in de wei staat. Dat is het stomme. Maar ik wil hem daar recht doen. In de wei. En dan durven vertrouwen op je eigen kunnen. Uiteindelijk ben ik toch verantwoordelijk voor alles wat hij daar doet. Het is echt zo'n wereldpaard. Ja. Op de laatste ronde, primair, de nieuwe van de Ik heb in Tokio, ik heb heel wat afgejankt hoor. Er zijn heel wat handdoeken doorheen gegaan. Ja. En ik weet ook dat dat erbij hoort, dat ik dat heb en dat dat mijn, ik wil niet zeggen Achilleshiel is, want het zegt iets over mijn diepste drijfveer, denk ik, op mijn echte motivatie. Als het je zo raakt, dan raakt het dus iets van je diepste waarde. Zou het wel goed gaan? Oh shit, zou dit goed zijn? Dat, gewoon dat je even uit je hoofd blijft en dat je gewoon blijft. Ja. Zo'n paard dwingt je ook wel om te focussen op hetgeen wat echt belangrijk is. En op echt wat er hier en nu gebeurt. Een paard is niet bezig met zijn ambities voor de rest van het seizoen. Die wil gewoon dat het vandaag fijn gaat. En die kan misschien denken voor zometeen, volgens mij tenminste. En dat maakt ook wel, dat houdt je wel heel erg met je beide benen op de grond. Ik denk ook dat het gewoon heel belangrijk is om je steeds te realiseren dat wat het perspectief van het paard is. Hoe zijn dingen voor hem? Wat vraag ik van hem? En dingen kunnen misschien heel logisch zijn vanuit mijn perspectief, met mijn ambities en met mijn plannen en met mijn agenda. Maar hij heeft daar echt helemaal geen boodschap aan. Weet je, een paard heeft nooit een dubbele agenda en zeker als het om paardendressuur gaat ook. Een paard zal nooit aan mij vragen, ben je wezen skiën of wat is er met jou of waarom loop je? Die neemt je zoals je bent. Dat is iets heel vredigs of zo. Gewoon het hier en nu zijn, zonder je dingen af te vragen, zonder een oordeel te hebben. Ik denk wel, als ik dan toch een beetje terugdenk aan mijn eerste spelen, Londen, dat is natuurlijk nu bijna 12 jaar geleden. Ik was toen wel, ik stipte het net al even aan, dat stukje perfectionisme wat een beetje door kon slaan. Als ik toen een keer een dag niet fijn getraind had of niet kon trainen. Ik bedoel, ik heb mijn baan thuis, ik heb geen binnenbak, ik heb niet allerlei luxe faciliteit of zo. Ik ben hartstikke blij met alles wat ik heb. Maar als het sneeuwt of als het verschrikkelijk regent, dan wordt het voor mij lastig om thuis te trainen. En dan kan het soms zijn dat ik hem daarover moet slaan. En daar kon ik dan echt gewoon van wakker liggen en ook denken, nu gaat alles wat niet perfect was mislukt. Dat konden bij mij niet in. Alles wat niet perfect was mislukt. Klaar. Daar ben ik wel een beetje, ja,
ja, milder in geworden of zo, of iets realistischer misschien. Er gaat ook veel goed en je kunt ook vaak gewoon een nieuw plan. Je moet gewoon heel vaak een nieuw plan maken. Je werkt met je eigen lijf, je werkt met een paard, met een levend wezen. Je werkt met het weer. Er zijn heel veel dingen die je niet onder controle hebt. Als dingen anders lopen dan gepland, en dat gebeurt, dan maak je een nieuw plan. En dan kom je daar vaak ook wel weer uit. Dit heeft ook met vertrouwen te maken. En dat moet ook groeien. Dat kun je ook niet vanaf het begin hebben, denk ik. De spelen zijn ook gewoon, je kunt dat echt met niks vergelijken. Die energie, je kunt EK's rijden, WK's, het is zo verschrikkelijk anders. En dat maakt het ook zo mooi, het is zoiets bijzonders. Het is gewoon alles, elke seconde, waar je ook bent, alles ademt, sport. En dat ga je dadelijk in Parijs, denk ik, hoop ik, heel erg voelen.